Ben je al bekend met het fenomeen van de aanzegverplichting? Nee? Dan zal ik je uitleggen wat hiermee bedoeld wordt. Per 1 januari 2015 is in Nederland nieuw ontslagrecht ingevoerd, de Wet Werk en Zekerheid, ook wel afgekort als de WWZ. In de WWZ is de aanzegverplichting geïntroduceerd. Deze verplichting geldt voor werkgevers. Maar wat houdt die aanzegverplichting nu eigenlijk in? De aanzegverplichting verplicht een werkgever om zijn tijdelijke werknemer uiterlijk 1 maand voor datum einde dienstverband schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan wel wordt voortgezet. Wanneer is de aanzegverplichting eigenlijk van toepassing? De verplichting tot aanzegging geldt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van 6 maanden of langer. Het moet dus gaan om een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Uiteraard zijn er onuitzonderingen op deze verplichting. De aanzegverplichting is niet van toepassing op 1. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan 6 maanden. 2. Arbeidsovereenkomsten waarin geen einddatum bepaald is, bijvoorbeeld een overeenkomst die is overeengekomen voor de duur van een project. En 3. Uitzendovereenkomsten waarin een uitzendbeding is opgenomen. Hoe gebruik je als werkgever nu die aanzegverplichting? Een werkgever is verplicht uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen, dus per brief. Bij die aanzegging dient werkgever te melden of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, dan wel wordt verlengd. Indien werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil verlengen, dient in de aanzegging tot verlenging ook de voorwaarden van de verlenging te worden opgenomen. Het gaat dan om de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. De aanzegging kan ook al in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Werkgever zegt dan al bij indienstreding aan dat de arbeidsovereenkomst aan het einde van de looptijd niet wordt verlengd. De arbeidsovereenkomst eindigt dus aan het einde. Dit kan een handige manier zijn om die aanzegverplichting niet te vergeten. Maar werkgevers, let op, besluit je vervolgens toch om de arbeidsovereenkomst te verlengen? Vergeet dan niet om opnieuw schriftelijk en tijdig, dus uiterlijk 1 maand voor datum einde dienstverband, aan te zeggen en de voorwaarden van de verlenging in de aanzegbrief op te nemen. Stel nu dat de werkgever vergeet de arbeidsovereenkomst aan te zeggen. Wat dan? Of hij zegt te laat aan. Dan is de werkgever verplicht een aanzegtevergoeding te betalen aan de werknemer. Deze aanzegvergoeding bedraagt 1 maand salaris. Wat gebeurt er als de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst te verlengen, maar onder andere voorwaarden en voor een kortere of bijvoorbeeld langere duur? En hij vergeet deze wijzigingen in de aanzegbrief te vermelden. Dan loopt de werkgever het risico dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor dezelfde duur en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vorige arbeidsovereenkomst. Ik vat de voorwaarden van de aanzegverplichting kort samen. 1. Het moet gaan om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van 6 maanden of langer. 2. De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. 3. Uiterlijk 1 maand voor datum einde dienstverband. 4. In die aanzegging moet worden vermeld of de arbeidsovereenkomst eindigt of 5. wordt verlengd en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.